Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft Staatsolie Power Company NV vandaag ter verantwoording geroepen. Een regeringsdelegatie trok naar Burkopondo om zich te oriënteren over de enorme wateroverlast van de afgelopen weken. In de afgelopen 2 weken hebben de bewoners uit verschillende dorpen beneden het Stuwmeer in Burkopondo wederom last gekregen van ondergelopen gebieden. Door de aanhoudende regen en de hoeveelheid water in het Stuwmeer heeft Staatsolie besloten de spuikkleppen tot augustus open te houden. Staatsoliedirecteur Ananje Gisser zegt dat gebieden zullen moeten worden ontruimd als er meer water in het Stuwmeer komt. We hebben niet vaak gezien dat het 2 jaar achter elkaar is geweest. Maar je hebt ook climate change. Dus terecht moeten we daar naar kijken. Ik denk dat de TLN helemaal met u eens en gaan we doen. Als er meer water komt dan nu, gaan we inderdaad, laten we zeggen, de mensen moeten evacueren uit de lager gelegen gebieden. Alleen als je naar die grafiek kijkt, is het nog nooit voorgekomen. Maar het kan voorkomen. In kansrekening is het weet je, 10 keer in de 10.000 jaar. Maar ook daarop moeten we voorbereid zijn. Onze mensen werken met name samen met NCCR. En met de districtscommissaris. Maar we gaan dat opstappen zoals u dat vraagt. De parlementariër Ronnie Asabina onderstreepte dat de samenleving in het gebied op zoek is naar geruststelling. President Chandrika Prasad Santokhi zei gisteren tijdens een openbare vergadering in het parlement dat er veel aandacht zal worden besteed aan de situatie. Dit is pas het begin. Dus laten we een fundamentele discussie ook voeren met alle deskundigen. Het staat op agenda. Straks hebben we de Summit of the Americas. We hebben gisteren ook gesproken met de special envoy van president Biden van Amerika. En dit staat ook op agenda. Climate change. Komt eraan. Niet daar, meneer voorzitter, over zoveel jaren. Nu. En daarvoor moeten we goede analyses hebben, juiste informatie hebben. En nagaan wat we op nationaal niveau aan besluiten moeten nemen. Wat we op regionaal niveau moeten doen en wat we op internationaal niveau moeten doen. Omdat climate change een mondiaal vraagstuk is. Het is een wereldvraagstuk. En we kunnen dat niet alleen aan, maar natuurlijk datgene wat we moeten doen. Hulpgoederen, als er personen die ontheemd zijn, faciliteiten aanbieden. Personen aanmoedigen om naar hogere gebieden te gaan, infrastructuur afleggen. Santokhi zegt verder dat hij al opdracht heeft gegeven om het eerder gepresenteerde plan voor het identificeren van hoger gelegen gebieden weer te presenteren voor de beleidmakers. Het clusterteam van ministers moet volgens het staatshoofd heel disciplinair te werk gaan om ervoor te zorgen dat de gemeenschap wordt beschermd in de getroffen gebieden. De regeringsdelegatie, die bestaat uit ministers en assembleeleden, is na de ontmoeting met Staatsolie bij de Afobakadam getrokken naar het Burkopondo Centrum om daar gesprekken te voeren of te hebben met dorpshoofden. In ons journaal van morgen komen wij terug op dit bezoek aan Burkopondo.